kijkt er deze week? Leuk dat je kijkt naar deze week vlog. Doe vast een duimpje omhoog. En abonneer op ons. Abonneer op ons kanaal en ook op de van Kim. Ja. Ja, niet lelijk. Nee, lelijk is genoeg. We gaan oefenen voor Expeditie Bodysong. Woehoe. Rennen, Kim. Oh. Oh. Dank je. Oké. Ga trainen voor Expeditie Ponyson. Heb je heel veel zin in? Ja. Het gaat wel zwaar worden, maar we zijn zo goed. We gaan het echt niet zo. We moeten wel winnen. We moeten wel. We hebben zo hard getraind. Echt niet normaal. Echt kapot. Mag ik gaan liggen? Dan ga ik even zitten, ja? Oh. Bella en Laila worden tegelijk gepoetst. We zijn nu naar de training. We gaan nu onze ponies trainen. En dat is voor ons helemaal niet zwaar. Ook als het helemaal zweet. We kunnen het. Tess is naar de wc. Nou, dan kan er gewoon gekoeld worden. Hè? Lekker. Het was net echt te druk om even te filmen. Nu is iedereen weer weg. Haar nichtje van Kim is er, Laila. En die mag even uitstappen op Bel. Die heeft net een lesje gehad. Ik weet niet meer op welke pony, maar nu nog uitstappen, dus die heeft de dag van de leven. Nou, Bel die heeft geen zin meer, geloof ik. Het is vandaag dinsdag en ik ga buiten ritten. Ik heb er heel veel zin in. En. De mysterie van het schep. De schep staat al weken op zijn plaats in het weiland. Wat doet hij daar? Waarom woont hij daar? Wat zal het antwoord zijn? Misschien vraag je af, wat doet dat touwtje er nog aan? Nou, dat is heel simpel. Tess is nog jong en ik loop er natuurlijk gewoon bij. En dat betekent dus dat als er iets gebeurt, kan ik die pony nog overpakken. Nou is Bel natuurlijk mega braaf, maar Tess kan schrikken, de pony kan schrikken. Vooral Tess kan schrikken. En dan is het meer het veertje van Dumbo, zoals dat heet. Dus een klein beetje hulp mocht het nodig zijn. Maar over het algemeen is dat helemaal niet nodig. En als het nodig is, is het vooral voor Tess en niet zozeer voor Bel. Maar goed, dat moet je ook leren. Kim is weg. Dan moeten jullie bij mij doen. We zijn in Oud-Gastel. Bij een meneesje waar ze altijd springparcours hebben staan. En daar gaan we met Kim en Tess. Kijk. Kim heeft poep aan haar handen. Niet zo zeuren, Kim. Kom, je kan het. En gaan we eventjes met springen kijken. Voor Bel is het alleen maar om een beetje rond te lopen. Even te kijken. Je kan deze gewoon opzij zetten hoor. Dan kan je er binnen op zadelen. Dat is een... Ik ben zo slim af en toe, hè. Ja, totdat ze... In het verkeer besluit niet naar me te luisteren. Ja, maar dat is dan wel weer. Maar het regent, dus ik kan niet zo heel veel filmen. Het is vandaag woensdag. Nou, we zijn dus in Oud-Gastel. En de dames zijn nu door het parcours heen aan het wandelen. Gewoon om eventjes kennis te maken met het parcours. Vooral voor Bel even interessant. Om gewoon eventjes het mee te maken hoe dat is. Zo'n parcours ergens anders. En voor Tess natuurlijk. Gewoon voor de ervaring. Ik vind er eigenlijk niet zoveel te gebeuren, behalve dan dat ze hier eigenlijk doorheen gaan stappen. Dat was alles.
De vrouw gaat zo weer even springen. Zondag voor het laatst gesprongen. Dus dat is nu 1,5 week geleden. Die is heel enthousiast. Die heeft er heel veel zin in. Dus het is maar goed dat Kim er klaar voor is, zullen we zeggen. Vrouw vindt het spannend. Je hebt tong uit de mond. En Bel is hier als een soort verleerde crosspony overal tussendoor aan het jojoen. Het is wel een soort grappig. Netjes hoor. Kan je ook daarachter even nemen, Tess? Oh, Vroom komt ook. Gewoon even achterdoor ook langs rijden. Even daarachter ook gewoon even ronddraven. Oh, nou doe ik het nog een keer. Oh. Er moet een mooiere lijn komen, jongens. Ik heb niet zo'n verstand van lijnen. Dat is kinderafdeling. Daar komt ze. Ta-ta-da-da-da. Hoe was je eerste ervaring, Tess? Best leuk. Wat voor gevoel hebben we erbij, Tess? Cool. En die pony heeft het gewoon gedaan. En Kim, hoe was jouw eerste ervaring hier? Ja, het was wel heel leuk hier. Ja? Ga je nog een keer? Ik denk wel, als gepret. Als gepret, ja, zit op school, hè. En paard, wat vond jij ervan? Dat dus. Het is vandaag donderdag 7 februari en dat betekent dat ik jarig ben en ik heb heel veel gehad. Ik heb hier mijn rijtje van mijn broer en mijn broers vriendin gehad. Allemaal een rijtje met badbombs. Ik noem dit de maansteen. Dit is de regenboog. De limoen. Het sterrenstelsel. En de surprise. Want er zitten allemaal van die flappies in. Dan heb ik ook nog. Ook van Lush. Zo. Deze lavendelworm kregen. Zo. Die ruikt heerlijk. En dan hebben we ook nog de enige echte. Zo. Unicorn. Die ruikt ook heel lekker. Precies met mijn lievelingskleur, roze en paars. Zo. Dan heb ik ook nog iets kleins. Ook wel heel leuk. Is van Harry Potter. Is een munt. En als je op dit stukje schijnt met een lampje, dan kan je heel Zwijnstein zien. Dan heb ik nog een etui. En een tas gekregen. Een nieuwe schooltas en etui. Die er hier aan kan. Heb ik ook nog gezellige plantjes. Allebei natuurlijk roze. En ik heb ook nog van Sectolin zadelsoepspray. Anti-klit en glansspray. Een groot pot met verzuimtjes. Mint shampoo, dat ruikt heel erg lekker.
En ook nog een hoog poster van Sectorlink. Dekje van Sectorlink. En een tas van Sectorlink. En het zijn al mijn cadeautjes en ik ben stuk. En ik ben er stuk voor stuk heel erg blij mee. En wie gaat er vanavond in bad? Welke zou ik kiezen? De maan, zee, de regenboog?